Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 30 september van Weerplaza. Het ziet er vanochtend nog fraai uit met op veel plaatsen veel zonneschijn. Het is wel koud, maar de temperatuur stijgt vanochtend naar 12 tot 14 graden. In het noordwesten zijn wat meer wolkenvelden aanwezig en die wolken breiden zich vanmiddag over de rest van het land uit. En mogelijk valt er in de provincie Noord-Holland een spatje regen of motregen. En ook op de wadden is dat mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het tot de avond droog. Vanavond breidt de regen zich uit naar het zuidoosten en de temperatuur ligt dan tussen de 10 en de 14 graden en de wind draait naar het noordwesten en trekt aan. Morgen ziet het er heel anders uit. Er staat een stevige noordwestelijk wind en van tijd tot tijd trekken enkele buien van noordwest naar zuidoosten over het land. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon, maar met 13 graden is het vrij koel cool voor de eerste dag van oktober. Dinsdag is het bewolkt met van tijd tot tijd regen en een stevige wind. Vanaf woensdag blijft het vaker droog. En dan gaat de middagtemperatuur ook omhoog, naar zo'n 15 tot 18 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.